Deze week ga ik richting Glasgow met een team van ministers, deskundigen, om milieuvraagstukken te bespreken. En als Suriname bereiden we ons goed voor. En met dat Surinaams belang en Surinaamse agenda gaan wij daar. En ik kan u nu al zeggen wat de standpunten zullen zijn van ons land. Eén is namelijk dat wij als land samen met alle andere landen in de buurt en de omgeving, maar zoveel andere landen in de wereld, behoren tot landen met een lage kustlijn. En dat wat ik hier, de temperatuur zij stijgt in de wereld, de water stijgt toe, en dat water gaat zorg dragen dat vele landen en gebieden onder water gaan komen te liggen, inclusief Suriname. Maar dat wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn, dat de wereld daarvoor verantwoordelijk is voor die stijging van de temperatuur. En dat wij die wereld oproepen om hun uitstoot van emissie terug te doen komen onder die internationale wereldnorm van 1,5 graden stijging, want dat is het nog niet. En dat we wereldgemeenschap daarvoor ook verantwoordelijk gaan stellen om dat te doen. Waarom? Omdat wij als land, niet zoals alle andere landen, hun bos gekapt hebben en geen bossen meer hebben. En daardoor enorm veel inkomsten gegenereerd hebben en hun landen ontwikkeld hebben, dat wij ons bos beschermen. En nog behoren tot het meest beboste land ter wereld. En zuurstof verschaft voor de wereld. En wat krijgen we daarvoor terug? Daarvoor moet de wereld ons ook betalen, compenseren. Met die agenda gaan we daar zo. En we gaan onderhandelen met die oliemaatschappij en landen dat ze ons gaan compenseren voor ons bos. En laatste waarmee we gaan is dat vele landen rijk zijn geworden door olie en gas. Heel rijk zijn geworden. Heel rijk. En dat de wereld niet plotseling moet komen met een beleid dat we exploitatie van die fossiele energie van olie en gas terug moeten gaan brengen. Ons standpunt gaat zijn, ja, we gaan het ontwikkelen op een duurzame wijze. Met moderne technologie. Gebalanceerd naar nieuwe vormen van energie. Windenergie, zonne-energie, hydrogen, waterstof-energie en nog zoveel andere vormen van groene energie, dat het gebalanceerd moet zijn. En dat wij met die oil en gas ook willen dat ons land groeit van een ontwikkelingsland naar een ontwikkeld land. En dat we dat recht ook hebben als land om dat te krijgen. Louis-Brans, dat is een agenda. Waarmee we daar gaan? Om te zorgen dat het belang van Suriname niet alleen beschermd wordt en gediend wordt, maar tegelijkertijd wij gaan werken voor de volgende generatie en de generaties die gaan komen op een grondgebied hier in Suriname dat voldoende beschermd is, maar ook dat we voldoende inkomsten kunnen genereren uit die natuurlijke hulpbronnen die we hebben, zowel het bos als die oil en gas, maar ook onze kinderen daarvoor gaan opleiden en trainen en vormen, zodat zij die ontwikkeling op eigen kracht zelf ter hand kunnen nemen. Gefeliciteerd!